Goud. Dat is het enige dat echt telt voor topsporters. Het ultieme doel. Toch? Ik ben Minke Boy. En in aflevering 2 van de podcast Goudspraak ga ik in gesprek met tweevoudig Olympisch kampioen Harry Lavrijsen. En coach van het jaar 2019, Hugo Haak. Wat maakt hen een gouden duo in het baanwielrennen? Harry, Hugo, welkom. Leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag praten over goud en alles wat daarbij komt kijken. Maar we starten eigenlijk altijd met de vraag: Harry, als eerste aan jou. Wat is jouw ultieme gouden sportervaring? Uh, ja, dat is natuurlijk een... Uh, eigenlijk een heel makkelijk antwoord is... Uh, is zijn eigenlijk mijn gouden medailles. Uh, maar ik moet wel zeggen... Mijn, mijn laatste wedstrijd was het EK in Apeldoorn. En uh, hoe ik daar de keirin in heb gewonnen... Dat is misschien... Uh, qua wedstrijd is dat niet uh, overtreffend aan de Olympische Spelen. Maar misschien is dat wel een van mijn mooiste sportmomenten. En waarom, op de, waarom was dat zo bijzonder? Wat gebeurde daar? Um, nou, ik... ik uh, het lukte mij met, met veel overmacht te winnen. Uh, ik had bijna beide handen los op de finish. Maar ook, ja, naast dat, het was voor het thuispubliek en uh, OmniSport zat helemaal vol. En uh, ja, voor mijn gevoel stond heel, heel die, heel die wielen al stond achter mij. En uh, ik heb sowieso nog nooit eerder meegemaakt en ik denk ook dat het lastig wordt om ooit te gaan overtreffen. Maar die overmacht ook, hè? dat je inderdaad met je handen los over de finish, dat zie je natuurlijk in het wegwielrennen heel vaak. Maar dat is in het baanwielrennen heel bijzonder hè? Ja, dat is, uh, dat is niet echt normaal op de wielenbanen, En zeker niet op een keirin En hoe maar... voel je je dan? Nou, onoverwinnelijk ja, 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 lastig te omschrijven natuurlijk. Maar dat, dat je dan zo uit je dak kan gaan. Zo, en dat heel ontspoord meedoet. Ja, dat was uh, onbeschrijfelijk. Nou, we komen zo natuurlijk nog helemaal terug ook op al je andere gouden medailles. Maar even mooi om dit zo als eerste te horen. En bij jou Hugo, wat is jouw moment? Jouw ultieme gouden sportervaring? Ja, daar heb ik wel goed over nagedacht. Ik zeg dan toch uh, Olympisch kampioen uh, in Tokio. Op de Teamsprint. De mannen. En waarom is die Teamsprint voor jou zo, zo bijzonder? Omdat dat vanaf 2009, 2010, toen ik eigenlijk in de selectie kwam als uh, atleet destijds nog, uh, was dat eigenlijk um, het project om op te starten richting de Olympische Spelen van 2016. Om daar succesvol te zijn op de Teamsprint. Dus dat is echt de, de fundering van ons programma. En om die jongens dan in Tokio uh, 2021 Olympisch kampioen te zien worden, dat was wel voor mij, ook al was ik daar niet zelf bij als atleet. Maar als coach, uh, dat was wel voor mij echt een vinkje achter het hele project Teamsprint en het neerzetten van een nieuw baanprogramma in Nederland. Gaan we het ook nog helemaal over hebben, uitgebreid over hebben. Maar Hardy even weer terug naar jou. Om, hoe is het bij jou begonnen? Was jij als, als jonkie al helemaal weg van fietsen? Uh, als klein mannetje fiets je al van jonge leeftijd af aan? Uh, ja, wel van fietsen, uh, maar vooral van BMX'en. Ik uh, ben begonnen op mijn zesde met uh, BMX en uh, eigenlijk van jongs af aan ook al heel veel wedstrijden gereden. Um, altijd heel goed gegaan. In de jeugdklasse is al nederlands Europees kampioen geworden. Daardoor ook ooit naar Papendal verhuisd om daar uh, ja, mijn droom na te jagen om naar de Olympische Spelen te gaan. Maar uh, ja, ik door schouderblessures uh, ben ik op mijn achttiende overgestapt van BMX naar baanrennen. Ik moest echt stoppen met uh, BMX. En uh, zo heb ik in het baanrennen terechtgekomen. Is maar, dat dan minder blessuregevoelig? Uh, ja, voor schouders? Ja, zeker. Ja. Nou, ik, 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 kon, uh, ik heb mijn schouders heel vaak uit de kom gehad. En, uh, ik ben totaal vier keer geopereerd eraan um, en eigenlijk bij, een, ja, bij BMX maak je heel veel klappen. En ik hoefde niet eens te vallen uh, om ja, mijn om schouders uit de kom te krijgen. Gewoon een klap op een beeld was al genoeg. En uh, ja, bij baanrennen, je kunt ook wel vallen, uh, maar meestal glij je dan en uh, ja, je valt niet stil tegen een beeld aan. En had je ook idolen in het fietsen? Nee, nee. Die, ja, die vraag heb ik natuurlijk al vaak gehad. Um, maar nee, eigenlijk nooit echt, uh, ik, ik kan niemand opnoemen waarvan ik denk van wow, daar keek ik vroeger tegenop. Uh, maar het is ook wel, ik ben eigenlijk opgegroeid in een andere sport uh, dan het baanrennen wat ik dan nu doe. Maar wilde jij in het BMX ook altijd wel de beste worden? Of ging het veel meer om de plezier, het plezier van uh, dat fietsen? Uh, ja, ik denk van jongs af aan wel veel meer om het plezier. Het is echt pas later, uh, ik, ik, ik won ook nooit als kind eigenlijk. Echt pas ja, vanaf mijn twaalfde, dertiende begon het wel uh, goed te gaan. Um, maar echt helemaal in de hele jeugdklasse. Uh, ja, gewoon leuk fietsen. Gewoon vooral ja. plezier maken. Ja, zeker. En wat was er bij jou, Hugo? Jij bent ook natuurlijk als renner begonnen. Al ja. van jongs af aan? Ja, ik ben uh, op de weg begonnen. En heb pas later de overstap gemaakt naar de baan. Ik was toen, denk ik, 16 of 17, dat ik uh, kennis maakte met de, met de wielerbaan. En daarvoor dus altijd op de weg gereden en daar jeugdwedstrijdjes. Maar altijd uh, met alleen maar een training op een donderdagavond bij de club. En dan in het weekend een wedstrijdje. Nou, dat gaat bij de jeugd nog goed. Dan kom je bij de nieuwelingen junioren, dus rond 15, 16 jaar. En dan is één training in de week niet meer genoeg. En ik had nog helemaal niet een soort van topsportmentaliteit om uh, echt de beste van, uh, van uh, de hele club te worden. Maar wanneer was dat moment dan wel? Want ik vind dat best wel interessant, hè? Dat, dat jullie niet op dat hele jonge al dat, dat vuur wakkerde van nou, ik, ik droom van de Olympische Spelen, ik droom van goud. Dat is dus allemaal pas wat later gekomen. Ja, dat kwam bij mij pas echt op de baan, op de wielerbaan. Omdat ik daar um, nou ja, direct podium ging rijden ook toen ik op de wielerbaan kwam. Op de sprintonderdelen. Nou ja, en op het moment dat je natuurlijk daar presteert, dan vind je het al snel leuk. Uh, en vanaf daar ben ik eigenlijk gaan kijken naar hey, hoe kan ik dit nog weer verder uitbouwen, um, leerde ik Matthijs Bugli kennen, die natuurlijk mijn grootste concurrent was, maar ook collega, zodat we samen naar een hoog niveau konden. We kwamen samen op Papenal te wonen ook uiteindelijk. Uh, was dan zo Matthijs. In jouw carrière ook een beetje goud waard om jou weer te, te inspireren en te drijven Zeker. tot meer? Ja, dus wij werden met z'n tweeën echt als nieuwe generatie als eerste uitgenodigd op PAPENOL in 2009. Uh, en wij hadden allebei de droom om in 2016 op de Spelen te staan. En hebben dat ook elke dag met elkaar uh, uit kunnen voeren om daar uiteindelijk te kunnen staan. Heb jij dat soort mensen, Harry, die jou op die leeftijd stimuleerden om beter te worden of om iets na te jagen? Um. Ja, wat hier, wat hier wel heel gelijk, gelijkend op is. Uh, toen ik op Papenham kwam wonen, woonde daar ook Niek Man En we hebben daar een tijd best... Uh, BMX'er ook, hè? BMX'er. We hebben daar ook, ik heb daar twee jaar als BMX'er gewoond. Um, maar ook daarna heb ik nog een jaar als baanrenner daar uh, gezeten. Uh, hele goede vrienden. En ook eigenlijk in ja, allebei een andere sport uiteindelijk. Maar we, zijn wel, we hebben ongeveer wel hetzelfde pad uh, bewandeld. Um, dat, dat lijkt daar wel een beetje op als ik dat zo uh, hoor. Ja. Hugo, jij zei al, hè, je was, waren de eerste die uitgenodigd werden op Pabenal. Dus het ja. was nog niet op dat moment hè, succesvol baanwielrennen in Nederland. Wanneer begon bij jou wel een beetje dat vuurtje te branden van dat zou misschien wel kunnen? Wij zouden misschien echt wel eens op die Olympische Spelen iets kunnen presteren. Ja, we, we hadden natuurlijk al een, een ervaren atleet nog vanuit het Theo Bos tijdperk wat, wat net voor ons zat, uh, Teun Mulder. En hij was internationaal ook nog steeds goed op dat moment. Dus daar konden we ons altijd wel een beetje aan meten. En op het moment dat je dan op NK's en uiteindelijk op EK's en WK's in de buurt gaat komen van zijn tijden. En internationaal ook gaat zien van, hé, hey, je gaat de aansluiting maken richting eerst top 20, dan top 10 en top 5 enzovoort. Uh, daar kwam eigenlijk in 2013-14 dat we op de teamsprint al richting top 5 gingen op internationale toernooien. En dat was voor ons denk ik ook wel echt het moment dat we zagen, oké, okay, als we nu echt vol focus op de Olympische Spelen van 2016, dan kunnen we daar succesvol zijn. Nou, heb je die niet gehaald, die spelen? Nee, klopt, klopt. Ik ben nooit naar de Olympische Spelen geweest als atleet. Uh, 2016 was dan mijn hoofddoel. En één maand voor de Olympische Spelen uitgeselecteerd, helaas. Dus uh, ik heb 2016 vanaf uh, huis gekeken. En hoe was het voor de ploeg? Want dat is ook best voor de ploeg. Is dat ingrijpend geweest, kan ik me voorstellen. Jij was een vaste waarde. Iemand die al ja. vast in het team zat. En ineens kwam daar iemand anders in. Ja, dat is natuurlijk voor de anderen ook lastig geweest, omdat wij zo'n hechte groep waren op dat moment. En wij waren in aanloop naar de spelen met vier atleten. En je kan de team sprint met vier rijden. Dus dan heeft iedereen eigenlijk zijn eigen positie en is daarin comfortabel. Uh, net voor de spelen kwam natuurlijk Theo Bos weer terug vanaf de weg richting de wielerbaan. Uh, en stak ook terecht zijn vinger op van hé, hey, ik wil ook naar de spelen. Maar dan heb je te maken met de situatie waarbij vijf atleten uh, naar de spelen willen en vier plekken die je, die je kan invullen. En daarmee is een testdag georganiseerd, waarop één dag werd besloten. Uh, dit zijn de vier die naar de spelen gaan. En dat was eigenlijk mijn slechtste dag op een baanfiets ooit. Op dat moment. Op dat moment, ja. Zeker. Maar het is ook een moment geweest dat denk ik in jouw carrière misschien ook wel een keerpunt is geweest. Ik, ik, ik heb daar ontzettend veel van geleerd, ja, wat ik natuurlijk later ook als coach heb in kunnen zetten. Gaan ja, we het ook zo nog over hebben. Maar Harry, als jij dit nu zo hoort, hè, jullie zitten ook met een team. Ja. En stel, de coach bepaalt toch ineens vlak. Hé, je, hebt een, je hebt een routine, je hebt een bepaalde strategie misschien ook wel. En ineens gebeurt er iets. Gebeurt er komt er iets. iemand anders bij. Hoe zou jij dat ervaren als atleet? Um, ja, lastig. Ik, uh, ik, ik heb natuurlijk de verhalen van toen. Uh, ik, ik ben eigenlijk net daarna ben ik uh, bij de selectie gekomen in uh, eind 2016. Um, maar ik, ik, ik kan me dat lastig voorstellen. We hebben toen. Um, Eigenlijk in de aanloop na Tokio, toen Hugo dus de, de coach was, um, toen is het selectieproces eigenlijk al veel eerder vastgesteld. Um, we hadden in, volgens mij begin 2019, waren er gesprekken al over van hoe gaan we in Tokio uh, het beste team krijgen. En um, ik denk dat het toen een stuk eerder al trans transparant was richting ons van wat er gaat gebeuren. We gaan een testdag rijden. Wanneer gaat die zijn? Um, want we hadden toen echt een team. Uh, we begonnen eigenlijk de cyclus bijna met uh, acht mannen die eigenlijk voor drie plekken gingen. Um, uiteindelijk uh, was het toen gelukt om ook weer met vier naar, naar Tokio toe te gaan. En uh, ja, dat is een lange aanloop geweest. Dat uh, vielen steeds jongens af. En uh, ja, ik, ik denk dat het vooral meer duidelijkheid was voor ons. Dus ook al eerder, uh, ja, hoe gaat het gebeuren? En dan kun je er ook misschien beter op voorbereiden. Um, maar ja, als er nu iets uh, helemaal uit, uit een, een rare hoek zou komen, ik zou niet, kan ik me nu op dit moment lastig voorstellen. Jeroen, jij maakte toen uiteindelijk de stap. Van renner naar coach. Dat is heel snel gegaan. Ja, klopt. Kun je ons nog even kort meenemen in hoe dat toen ging? Nou, ik ben in 2017 nog weer teruggekomen nadat ik de Spelen miste. Uh, alleen dat was een jaar waarbij ik aan mezelf merkte... dat ik mezelf niet meer kon opladen zoals voor de Spelen. Ik had de drive en de motivatie niet meer. En dat viel eigenlijk samen met een knieblessure. Een gescheurde meniscus. Nou, twee keer geopereerd in dat jaar. En al snel wel gaan denken van... oké, okay, is dit nog wat ik wil? Um, en daar kwam eigenlijk vanuit NOC en NSF ook een uh, traject op mijn pad. Uh, waarbij je terug kon komen als oud-atleet in je eigen programma. Om drie jaar lang mee te lopen naast de bondscoach. Om ervaring op te doen als coach. En dan zou ik assistentcoach worden in het baanprogramma waar ik natuurlijk zelf in zat. Hoe was dat? Nou, dat, dat was heel erg leuk. Ik heb dat, met, dat traject met beide handen aangegrepen. En eigenlijk in december 2017 gestopt, gezegd: ik stop ermee. En een maand later stond ik daar als assistentcoach naast de toenmalige bondscoach Bill Huck. Nou, was aan de slag dat, hoe was dat voor jullie dan? Want hij is eerst je maatje en ineens ja. is hij een assistentcoach. Um, nou, ik, 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 ik heb eigenlijk heel kort uh, met Hugo samen gezeten. Um, Eén keer uh, samen op de kamer gelegen nog als atlete. Dan was hij al meer mijn begeleider, denk ik. Maar uh, <lacht> <lacht> nee, dat was Hongkong 2017, waarbij ik meeging naar het WK. Ja. En ik zou geen enkel onderdeel rijden. Alleen René Wolf de bondscoach toen nog, heeft mij meegenomen om ervaring met Harry te delen. En op de kamer te liggen en zeggen, neem neem die jongen dus die mee. Heb kreeg je misschien al een beetje een soort mentorrol toebedeeld. Daar zat het natuurlijk indirect al achter, ja. Oké, okay. ja. En daar was, was ik heel dankbaar voor. Ja? Ja, ja zeker. ja nou, Ik ging daar echt als een... Uh, dat was eigenlijk mijn debuut. Mijn eerste grote toernooi. En uh, ik had geen idee waar ik aan begon. Ik had... Uh, ik had nog heel weinig ervaring, uh, zeker met grote, grote wedstrijden. Um, ik weet ook nog dat ik daarheen ging en ik hoopte de, de top 8 te halen, want ik wilde een status uh, verdienen. Uh, maar uiteindelijk ging hij naar huis met twee keer zilver. Uh, dus dat, ja, dat en was... is dat dan, ben je dan verbaasd of, of, of voelde je ineens, hé, hey, ik uh, kan dit? Daar was ik wel zeker verbaasd. Ja, ja. Nee, dat, uh, dat had ik me van tevoren echt niet kunnen voorstellen. Nee. En uh, ja, dat... Lastig om te schrijven. Ik ging daar gewoon heen zonder Ja, wel met verwachting. Want ik. Ja, ik wist. Ik kan misschien wel fietsen. Maar het was niet dat ik dacht. Ik ga daar iets bereiken. Nog niet. Nee. En dat was wel zo. Ja. Maar is dat dan ook voor jou zo'n soort moment geweest in je carrière. dat je denkt. Hé, hey, maar ik ben hier gewoon heel goed in. Uh, nou, dat was denk ik toen nog iets te vroeg. om... Uh, dat, je had het toen misschien nog wel beginnersgeluk kunnen noemen. Um, dus uh, ik, daar was ik nog niet te vroeg in. Uh, met jou, zou ik het zo zeggen. Maar. Uh, ja, dat was wel een van de eerste keren dat ik dacht van... Wow, dit, dit kan wel echt iets worden. En wat zag jij op dat moment, Hugo? Vond je die rol leuk, meteen? Ja, ik had, ik had er zelf nooit echt over nagedacht. Uh, omdat ik nog steeds bezig was met mijn eigen carrière natuurlijk. Maar ik denk dat ik die week wel uh, ja, langzaamaan ben gaan proeven... aan het zijn van begeleider of coach... of hoe je dat dan in die rol ook mag noemen. En ik denk dat daar wel het vuurtje is aangegaan, ja. Ik, ik weet nog heel goed dat ik... Het, aan het begin van de week dacht ik van oké, okay, ja, wat, wat kan ik je bijdragen? En gedurende de week dacht ik wel echt van oh, dit is wel heel erg leuk om iemand anders te zien presteren. Waarbij je een beetje kan bijdragen en kan sturen. Is dat net zoveel voldoening voor jou? Geeft dat net zoveel voldoening als dat je als renner finish, eh, als eerste over de finish kwam? Nou, dat gevoel kwam toen een beetje. Omdat ik altijd dacht als ik stop met topsport ga ik ook gewoon uit de sport. Want dan is het voor mij klaar carrière afgerond. Je had nooit ambities als coach? Nee, als renner zeker niet. En op het moment dat ik daar dat gevoel kreeg... in Hongkong op dat WK samen met, met Harry... toen dacht ik wel van... oh, hier kan ik heel veel voldoening uithalen... om anderen te helpen, ook te presteren... Uh, en uh, de dromen najagen die je zelf gehad hebt. Maar je was eerst assistent van Bill Hux, vertelde je net. Ja. Maar dat ging ook weer heel snel. Werd je de bondscoach? Ja, nou, ik begon dus in januari 2018. Um, en negen maanden later was het inderdaad zo... dat Bill zei, uh, ik stop ermee. Dat lag niet... Helemaal goed met hem en de groep en andersom. Dus die begrepen elkaar, denk ik, niet, niet heel goed. Daar zat ik dan een soort van tussen. Uh, om dat te kunnen vertalen vanuit beeld naar de groep en weer terug. Dus dat was ook wel een lastige positie. En dat merkte je dat dat nou, steeds lastiger werd. Dus je voelde aankomen dat hij ging zeggen: ik ga ermee stoppen. Maar dat kwam natuurlijk voor mij heel erg vroeg, negen maanden nadat ik zelf gestopt was met topsport. En dan zeg je toch ja. Nou, voor, voor mij was er geen andere optie, omdat mijn hart lag op dat moment en eigenlijk niet nog steeds, maar lag nog steeds bij het programma en het doorzetten en de droom, de Olympische droom die nog niet verwezenlijkd was. En we zaten toen twee jaar voor de Olympische Spelen van Tokio in 2018, waarbij iedereen wist, oké, okay, we moeten nu wel door, want je moet uiteindelijk die Spelen succesvol halen. Dus daar heb ik ook direct gezegd, oké. Okay, ik neem het over. Dan heeft de wielerbond de tijd om een andere coach te zoeken. Oh, dat was maar, nog wel de insteek? Ja, dat was nog wel de insteek in eerste instantie. Maar ik had van de een op de andere dag direct van... We, we moeten hoe dan ook door. We kunnen hier geen, geen dag verliezen. En wat dacht jij, Harry? Van, het is goed zo. <laughs> Laten we maar op die positie. Ik, 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 ik weet nog wel dat... Uh, volgens mij heeft de KMU toen wel echt uh, een tijdje gezocht naar een nieuwe bondscoach. Er zijn gesprekken geweest. Um, maar het liep toen wel echt goed. En ik, ik weet ook nog dat we op een gegeven moment zeiden wij van... Het was heel lastig om een nieuwe bondscoach ja, te de, de, de wielenwereld in Nederland is dan niet heel groot. Dus je gaat heel snel naar het buitenland zoeken naar coaches. Um, dat was een lastige zoektocht. En ik weet ook nog dat wij als team op een gegeven moment zeiden: van wij hebben vertrouwen in Hugo. Um, laat hem het maar doen. Ja. ja, mooi. En dan ben je in Tokio. Rare spelen met corona. Ja. Maar hoe was dat voor jou, die eerste spelen? Ja, gek. Ja. Um, ik, ik ben na 2016 in het team gekomen, na, na Rio. Um, en ik denk eigenlijk dat. Uh, de, de, het baanteam. Uh, voor hun gevoel hadden ze geonderpresteerd. Ge ge ik denk dat er heel. Uh, Edis Lichtle was natuurlijk Olympisch kampioen geworden. Matthijs pakte uh, zilver. Maar ik denk dat er nog meer verwachtingen waren. ook van het uh, van teamschip, vooral. Um, en ik heb, ik heb daar natuurlijk heel veel verhalen van gehoord. van de jongens: van ja, je, je komt straks op de Spelen. En het, als, het, het is gewoon een wedstrijd. Het is niet dat er ineens. Uh, het, het vuur gaat niet vanzelf branden. Uh, je moet het alsnog zelf doen. Het is een wedstrijd. Uh, ik heb heel veel van die ervaringen heb ik natuurlijk meegenomen uh, naar mijn Olympische spelen in Tokio. Um, ja, dat was natuurlijk uh, werd een jaartje later. Uh, het was gek. Uh, we hadden wel gelukkig een klein beetje publiek. Uh, wij zaten niet in de stad Tokio, maar wij zaten in een regio daarbuiten en dan daar mocht de tribune half vol zitten. Uh, maakte me eigenlijk niet heel veel uit. Uh, Um, ik dacht, ja, ik kom daar gewoon van die wedstrijd. En ik heb hier al zo lang voor getraind. Ik weet, ik weet gewoon wat ik daar ga doen. Wat hier dan op de tribune zit, Volgens voor mij vertrouwen. niet uit. Ja, ja. Want, en, maar had jij daarvoor ook al wel, eerdere wedstrijden al gewonnen, dat je ook dat gevoel had van dit kan, ik kan dit? Uh, ja, ja. Ja, dat is last, lastig zeggen <laughs> zo. Maar ik, uh, op het moment dat we naar Tokio toe gingen, was ik uh, drie keer, wereld, of ik was in totaal zes keer wereldkampioen geworden. Maar ik was op alle drie de onderdelen die ik in Tokio ging doen, was ik nog de huidige wereldkampioen. Kijk, uh, dus maar er zijn ook ik, hoge verwachtingen. <laughs> ja, ja. Nou, ik, ging met goed, ik, ik zie het dan meer positief. Ik ging met goede kaarten die kant op. Um, verwachtingen zijn voor mijn gevoel, die zijn er dan altijd wel. Um, eigenlijk wat we net zeiden, mijn eerste debuut in, uh, in Hongkong, waar ik twee keer zilver pakte. Uh, daarna won ik een keer een wedstrijd, nog geen WK, maar daarna begon dat er wel snel te komen... En ook vanaf het uh, begin van mijn carrière waren die verwachtingen wel hoog. Dus uh, ja, ik, ik weet niet heel veel beter dan, dan dat. Uh, yeah. Hugo, jij hebt hem zien komen. Mm -hmm. Dacht jij meteen, uitzonderlijk talent? Uh, ja, ik heb natuurlijk ook nog eventjes kort met hem samengefietst in de groep. Uh, we hebben een NK tegen elkaar gereden. Nou, dat was, dat was oh, de ff. eerste keer dat hij mij voorbij reed. Toen dacht ik al wel van, oké, okay, als zo'n jong broekie, zo onervaren... Direct op een eerste NK om mij heen rijdt, dan is dat zeker wat. Um, maar echt de volle overtuiging kwam op dat WK in Hongkong. Waar, ja, waar hij natuurlijk gewoon uh, tweede werd op teamsprint. Um, maar zeker daarna tweede werd op, uh, op de sprint. Wat gewoon binnen onze sport. dat, dat kan eigenlijk niet. Op zo'n jonge leeftijd zo onervaren. Dan op zo'n technisch-tactisch onderdeel. naast fysiek eventjes. Uh, tweede worden op een WK. Maar wat maakt hem dan zo goed? Ja, ik denk een hele hoop dingen. Je kan natuurlijk nooit echt één ding aanwijzen wat je, wat je zo goed maakt. Maar ja, hij heeft wat dat betreft een, gewoon echt een totaal pakket als het gaat om fysiek, uh, mentaal ook zeker. Maar ook echt plezier in de sport. En dat zie je nu nog elke dag. Dat in elke wedstrijd, dat hij met plezier de baan opstapt. En ik denk dat dat heel belangrijk is om uh, uiteindelijk ook zo'n winning streak vol te kunnen houden. Wat maakt hem zo goed, Harry? Wat maakt u gewoon een goede coach? Um. Ik denk dat hij heel uh, rustig is, rustig gaan blijven, terwijl de druk wel heel hoog is. Um, heel doordacht uh, beslissingen maakt en niks aan het toeval overlaat. Ja. En dat is wat jij nodig hebt. Dat is wat ik nodig heb. Ja ik, uh, ik, ja, ik weet ook wel vanaf het begin dat de klik tussen ons, die, die is goed. Um, ik heb behoefte aan een rustige coach. Ik wil niet dat er... Uh, ja, als ik op een wedstrijd sta, uh, heb ik niet heel veel nodig. Ik weet op zich al wat ik ga doen. Um, maar het is wel heel fijn om uh, op, op bepaalde plekken bevestiging te krijgen. Uh, wetende dat je dat er goed bezig bent of dat je niks, niks vergeet. Um, en daar heb ik ook echt volle vertrouwen in, Hugo, dat, dat, dat ik dat in hem kan vinden. Maar jij neemt na de Olympische Spelen in Tokio toch wel een uh, verrassend besluit? Ja. Ja, in uh, november 2021, drie maanden na de Spelen, heb ik inderdaad gezegd: uh, ik, ik stop als bondscoach. Ja. Hoe was dat voor jou, Harry? Uh, ja, niet leuk. Uh, ik, uh, we hebben er toen wel veel over gepraat. Dus ik, ik snapte het besluit wel. Maar uh, ik vond het toen wel moeilijk. Uh, ik dacht, we, we waren net zo lekker bezig, zeg maar. En dan, uh, dan stopt dat. Uh. Hebben jullie daar samen over gesproken? Poeh, ja, ik, ik, ik heb je wel denk ik uh, van tevoren ingelicht. Dus voordat ik sowieso die keuze maakte. Of, of toelichtte richting de, richting de gehele groep. Uh, maar ik denk nooit echt helemaal diep uh, wat daar echt de redenen van waren. Nee, nou, ik denk het niet voor het besluit. Dus uh, beslissing was al genomen voordat ik iets hoorde. Ja. Maar, ja. Je hebt andere dingen gedaan ook, Hugo. Maar ja. inmiddels ben je toch in een andere rol, ja. maar wel weer terug. Ja. ja, sinds afgelopen voorjaar weer weer terug. En dan uh, bij de WK in Glasgow afgelopen zomer voor het eerst weer de, met Harry samengewerkt en met het team eigenlijk. En dat was ook wel een beetje op jouw verzoek, heb ik begrepen, Harry. Ja, ja. ja ik, uh, ik kijk vooral heel erg vooruit en keek heel erg naar de Olympische Spelen. En ik dacht, wat, ja, uh, wat kan daar nog beter? en uh, Dan hebben we het over Parijs, nou, van de zomer. Over Parijs. Ja, ja ik, 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 miste, ik miste die connectie met Hugo. Ik uh, wist dat dat ging richting Tokio ging dat echt supergoed. En uh, aan alles kunnen werken. En uh, ja, ik dacht, als ik, ik denk als we wel weer kunnen samenwerken richting Parijs, dan uh, kan ik denk ik nog net, net even iets beter de puntje op de i zetten en... Uh, uh, ja, laat ik ook vergeet ook niks over het hoofd. En uh, dat, uh, die, ja, die, die klik miste ik. En uh, ja, op verzoek uh, naar de KMU gegaan. En uh, de KMU heeft daar gehoor aangegeven gegeven. En uh, zodoende stonden wij weer samen op de wedstrijd. Hey, en nou ben jij niet zo bezig met verwachtingen. Die zijn er altijd, zei. jij. Maar het Rick Harry, dat is nogal wat. Ja. Want wat betekent dat voor Parijs? Wat zijn de doelen? Ja... Uh... Nou, ik zeg het liever anders. Uh, ik ga naar Parijs en ik hoop daar twee uh, medailles te verdedigen. En uh, ja, volgende... Ze liggen hiervoor. de gouden medailles Zeker. uit Tokio. Ze ja. zijn natuurlijk schitterend. Ja, en ik, ik, ik heb toen in Tokio nog een bronzer gewonnen. Uh, ja, het zou heel mooi zijn als ik dan ook voor de derde kan gaan. Maar ja, als ik zeg uh, ik ga voor drie keer goud, dan voelt dat toch wel heel, uh, heel erg groots. Dat is maar, het ook. Uh, ja. ja. Ik, uh... En nu gewoon voor jou, want jij bent natuurlijk nu de coach. Je bent niet meer die renner. Mm -hmm. Hoe kijk jij terug? Jij hebt overigens, vind ik altijd wel even belangrijk om te noemen, geen medailles bij je. Ik, ik heb geen medailles bij me. Ik heb wel medailles van een EK en, uh, en een WK, maar geen Olympische medailles. Nee, want als sporter of als staf krijg je geen medaille op de Olympische. Ik denk dat niet iedereen dat weet, dat alleen de sporters klopt. de medailles krijgen. Ja, klopt. Ja. Wat ik het overigens totaal niet erg vind hoor, want ik kijk echt heel anders naar de speler als coach dan als atleet. Maar wat is voor jou wel symbolisch goud? Wat is voor jou dat? Uh, ik denk dat gevoel wat ik had na het winnen van de Teamsprint, uh, dat dat project gewoon helemaal geslaagd was. En um, ja, ik weet natuurlijk wat er is gebeurd van 2009 tot en met 2021. Dus het gevoel wat ik had uh, na de Teamsprint, en dat was echt op het moment dat Jeffrey als derde man over de finish kwam. Dat, dat was voor mij echt goud waard. En dat gaat boven alles wat je fysiek mee kan nemen als het gaat om medailles of een coach van het jaar trofee. of. of die wat staat dan hier ook, ook hè? want die heb je ook. Ge... Maar dat is ook wel een mooi verhaal. Jij won die trofee al in 2019. Ja. En uiteindelijk, volgens mij, nog een keer zelfs. Ja, 2020 20 en 2021 was samen vanwege corona. Maar dat was natuurlijk met de Spelen 1. Maar dat, um, dat gaf jou ook een soort inzicht. Want je kreeg een vraag nadat je die, die prijs had gewonnen. Ja. Nou, daar, daarom heb ik hem me ook meegenomen, want dit is de 2019 trofee en voor mij was dat, uh, ik ben natuurlijk als coach voor de groep gekomen uh, en ben het gewoon gaan doen. Ik had nul ervaring, negen maanden nadat ik zelf gestopt was, ik moest het van de ene op de andere dag moest ik overnemen, dus ik ben er ook gewoon vol voor gegaan en heb ook direct tegen mezelf gezegd, ik ga hier staan alsof ik dit al jaren doe, om ervoor te zorgen dat we die twee jaar optimaal kunnen benutten. Um, en dat ging het eerste jaar heel erg goed, 2019, waarbij we alle sprintonderdelen op EK's en WK's bij de mannen wonnen. Nou ja, en daardoor werd ik genomineerd en won ik uiteindelijk die coach van het jaar award. En wat daar gebeurde op die prijsuitreiking, uh, op het moment dat ik die award kreeg en backstage liep, uh, eigenlijk in de handen van een Radio 1-verslaggever die mij vroeg, Hugo, wat maakt je zo'n goede coach? Dat was voor mij echt een besefmoment van, wow, wat is hier allemaal gebeurd? Um, ben ik eigenlijk een goede coach? Wat maakt mij een goede coach? Wat zorgt er eigenlijk voor dat nou ja, die atleten ook een deel van hun carrière in mijn handen liggen? Dat ze dat vertrouwen, zeker met de ja, relaties die we, die we hebben als oud-renner. Um, dat heeft bij mij heel veel vragen opgeroepen en daar ben ik heel bewust geworden van: hé, hey, um, wat is hier aan de hand? Een gouden vraag, maar heb je ook het antwoord nu? Ik heb, ik heb nu het antwoord en dat hangt dan ook weer samen met het feit dat ik natuurlijk in 2021 zei ik stop ermee, omdat ik heb me daar voor die prestaties richting Tokio compleet uitgevrongen om de jongens en de dames optimaal te kunnen uh, zien voorbereiden richting de spelen. En voor mij was echt ruimte nodig om die oogklep een keer af te zetten en ook een keer rustig bij mezelf na te gaan, oké, okay, wat maakt mij dan zo'n goede coach? Wat zijn mijn sterke punten, mijn zwakke punten? En dan kan ik dat in de toekomst ook weer meenemen als ik ooit weer terugkom of ooit in een andere functie stap. En wat is dat? Wat is dat? Um, nou, ik, ik denk dat het een hele belangrijke is uh, de, de, de communicatie, uh, de rust die je uitstraalt, eigenlijk de eigenschappen die Harry net omschreef, die ik bezit, om die gewoon optimaal te, te kunnen benutten uh, en hulp te zoeken bij um, dingen die je niet zo goed kan. Harry, wat is voor jou symbolisch goud? Waar, wat is het veel meer? Het zijn natuurlijk de medailles, maar soms zijn zoveel andere dingen ook goud waard. Uh, ja, ik, voor mij, die medailles zijn natuurlijk super mooi. Maar ik, ik toevallig dat ik dan hier meeneem dat ik het een keer in mijn hand heb. Uh, maar ik kijk er zelf ook niet heel vaak naar. Het gaat meer inderdaad uh, uh, ja, om het gevoel erbij. En uh, die herinneringen. Um, ja, Wat is nog meer goud waard? Uh, ja, heel veel. Heel veel. Um, het is ook natuurlijk met, uh, met, met wie je dat kan delen. Ik weet ook nog van uh, toen ik terug kwam uit Tokio. Uh, toen was natuurlijk nog uh, corona in Nederland heel erg. Uh, een ding, uh, maar ik ben toen wel gehuldigd in mijn eigen dorp, in uh, Luxgestel. En uh, ik weet nog heel goed, daar waren uh, zoveel mensen op afgekomen. En het is heel raar, want je, heel veel mensen ken je natuurlijk, maar heel, ja, heel veel mensen ook totaal niet. Um, maar eigenlijk op dat soort momenten pas besef je wat je dan nou geflikt hebt, wat, wat dat voor andere mensen betekent. Um, dat heb je op het moment dat je dat gewoon zelf aan het fietsen bent, heb je dat helemaal niet door. Daar ben ik ook helemaal niet mee bezig op Zo'n moment dat je dan daar thuis komt, die wordt daar gehuldigd, en er komen zoveel mensen op je af. Terwijl ja, ik bedoel, ik kom alleen maar zwaaien. Ik heb, ik, ga niks, uh, <laughs> ik ga verder niks doen. Um, maar ja, dat, dat soort momenten die, uh, ja, die vergeet je nooit meer. Dus ook dat hè, die, 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 die omgeving voor jou is heel belangrijk. Ja. De mensen die je steunen, die je volgen, die uh... nou, heb je ook best wel wat followers op jouw uh, social media en die hebben ook een vraag gesteld. Of je hebt ze zelf eigenlijk een vraag gesteld, wil je van me weten? En dan hadden we een mooie vraag van. Uh, van Iwan. Want die vroeg eigenlijk wel: van, Je hebt het al verteld, je hebt zwakke ja. schouders. Dat is de reden geweest dat je van BMX overgestapt bent naar het baanwielrennen. Maar was dat anders gebeurd? Ja, ik, ik, denk, ik denk het eigenlijk niet. Ik, uh, ik, ik was natuurlijk goed in BMX en uh, ik hoefde helemaal niks van baanwielrennen te weten. Um, ook voordat ik, ik overstapte, uh, wist ik niet eens wat voor onderdelen bestonden op de baan. Uh, ik moest er niks van weten. Uh, opgegroeid in BMX en dat was uh, mijn droom. Uh, dus ik denk wel dat het toch wel iets heel bijzonders had moeten gebeuren... Uh, dat ik anders ook was overgestapt. Maar geen spijt? Ik heb zeker geen spijt. Nee, heel dankbaar voor. Hugo, jij hebt ook die vraag gesteld. En jij krijgt wel een mooie van, van Jan. Echt, Die heeft echt advies nodig. Als het gaat om het omgaan met uh, talentvolle mensen. Ambitieuze mensen. Wat we natuurlijk nou ja, in het werk ook heel vaak hebben. Ja. Uh, en dan heeft hij het specifiek over mensen in een dip. Sporters uh -huh. in dit geval dan in een dip. En hoe haal je die daaruit? Doe je dat door te praten? Of te luisteren. Ja. ja, dat hangt natuurlijk helemaal van de persoon af. En dat is ook waar je als coach of als manager gewoon altijd maatwerk moet bieden naar of je atleet of in dit geval de, de werknemer. Um, en, en dan hangt het er vanaf wat voor een persoon het is, wat daaronder zit, wat de context is, hoe je daarmee omgaat. Dus uh, ik denk dat je gewoon heel goed moet vertrouwen op de voelspieden die je hebt. Uh, daarmee in gesprek moet gaan. En dan is het dus inderdaad de kunst om af en toe te praten... af en toe te luisteren. En die balans eigenlijk in het gesprek te houden. Dan heb ik ook nog iets voor jullie... om jullie natuurlijk vooral heel veel succes... maar ook heel veel plezier. Je hebt het al veel genoemd in uh, Parijs te Wens van de Zomer. En dat doen we natuurlijk met onze mascotte. Okay. Gustav. Uh, naar Gustav Eiffel. Uh, de ontwerper natuurlijk van de Eiffeltoren. Uh, mooi symbool in uh, Parijs. Het is een rugzak... En we hopen natuurlijk dat jullie heel veel gouden ervaringen in jullie rugzak gaan opdoen. Maar als ik je nog de vraag ga stellen, wat neem jij mee in je rugzak naar Parijs? In de letterlijke of. Uh, Maak mij ja. niet. Jij mag hem invullen, Harry. Jij mag hem invullen. Je wielerkleding. Nee, dat begrijpen we. En je, en je Olympische koffer. En, uh. ja, maar wat uh, is voor jou echt belangrijk om daar nou die Hattrick Harry te worden? Uh, ja, nou, ik, ik neem inderdaad uh, twee flinke koffers mee. Maar uh, ik, ik, ik denk vooral de, de trainingen. Ik wil, ik, ik wil in Parijs staan en terugdenken van: oké, okay, ik heb je. Alles voor gedaan, alles voor gelaten, uh, niks aan toeval overgelaten. En wat het resultaat dan ook is, dan ben ik daar tevreden mee. Het vertrouwen in de weg ernaartoe. Ja. Dat is voor jou eigenlijk wat de basis van het goud. Zeker. Harry, we hadden in de eerste podcast hadden wij Pieter van der Hogeband gast. Natuurlijk, de chef de mission van Team NL. En die was natuurlijk ook al uh, betrokken in Tokio. Maar die had nog wel een mooi verhaal over jou. Dat jij niet kan leven, niet kan presteren. Eigenlijk gewoon geen goud kan winnen zonder goede reiskoker. <laughs> uh ja, ja. Nou, ik, 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 ik heb wel reiskoker die ik na elke wedstrijd meeneem uh, ja, dat is ook zo'n dingetje wat je dan ja natuurlijk in een hotel is ook al rijst, maar als je het gewoon zelf bij hebt weet je zeker dat het goed is en uh, ja heb je het op ieder moment heb je het bij dus die gaat mee niks aan het toeval overlaten nee mooi oh, en Hugo voor jou ja, ik denk toch wel de ervaringen van de aanloop naar Tokio. En zeker ook het moment na Tokio dat ik gestopt was als bondscoach. En nagedacht heb van oké, okay, wat zijn nou de punten waar je goed in bent en minder goed in bent. Die neem ik gewoon mee daarin. Heel veel dank. Heel veel succes. En we gaan het natuurlijk zeker volgen. Dankjewel. 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 Dankjewel.